Goedemorgen allemaal, van harte welkom in de kerk. Hey, is zondag niet de beste dag van de week? Ik vroeg het deze ochtend aan Marlies en ik zei, Marlies, is zondag niet de beste dag van de week? En zij zei, nee, zaterdag. En ik zei, zaterdag? Ja, want dan mag ik uitslapen. Kijk, maar ik denk dat persoonlijk dat zondag de beste dag van de week is, niet zozeer omdat we naar dit gebouw komen, niet zozeer omdat de vrije tijd die je misschien hebt, of dat je misschien kan uitslapen of niet kan uitslapen, maar omdat we samenkomen met z'n allen tezamen. Alright? Kerk zijn, dat gaat om ons allemaal. En ieder van ons heeft daar zijn deel in. En dat maakt voor mij dat deze kerk dat iets is waar ik enorm trots op ben, omdat ik dan denk aan ieder van ons. Wij allemaal tezamen, wij samen vormen de kerk. En wij mogen dit samen vieren vandaag. Nina zei het al, we gaan het vandaag hebben over 3D. En ze heeft het goed uitgelegd. 3D, de drie dingen die we doen als kerk. En ik weet niet hoe jij er tegenover staat, maar ik herinner me nog heel goed de allereerste keer dat ik een 3D-film zag. Dat is ondertussen al een aantal jaar geleden. Het is niet echt nieuw, maar je krijgt dan zo'n krapillig brilletje dat niet goed op je hoofd past. En dan kwam dat eerste shot en het was precies alsof dat het naar mij toe vloog. En ik herinner me nog dat ik als een klein kind zo begon te doen. Een beetje dom. Je bent helemaal mee in die illusie dat het 3D-effect van een film, alsof dat de film echt tot vlak voor je neus komt te hangen. En dat is ook wat we hopen met deze serie te bereiken met ieder van ons, dat jullie vatten wat kerk zijn is. Dat het als het ware tot aan je neus komt en dat je het bijna kan vastgrijpen. Dat je het zo duidelijk ziet van ja, dit is wat de kerk nu echt is. 3D, drie dingen die we doen als kerk. En vorige week had Janneke het over God kennen. En dat is het eerste ding dat we willen doen als kerk. We willen namelijk dat mensen God leren kennen. Dat God een relatie krijgen met een hemelse vader. En Janneke vertelde dat het niet zozeer gaat over het verzamelen van kennis, leuke weetjes, informatie opslaan over God, maar het gaat om een hart-tot-hart relatie met God. God die jou kent, maar ook jij die gekend bent bij God. En ik wil daar vandaag verder op gaan met het tweede luikje. Vandaag gaan we het hebben over vrijheid ervaren. En Nina zei het al, vaak hebben mensen het idee dat geloof of religie de vrijheid van de mens net wegneemt. En zij zei van, maar voor mij geeft het net vrijheid. Ik denk dat vrijheid ervaren iets heel complex is. Het ene moment heb je vrijheid vast, lijkt het alsof dat alles goed zit, en misschien het volgende moment ben je het al helemaal kwijt. Ik herinner me nog als tiener, toen ik voor de allereerste keer van mijn ouders een weekend alleen thuis mocht blijven. Feest. Vrijheid. Kunnen eten wat je wilt, kunnen gaan slapen wanneer je wilt. Enfin, het was één groot feest. Tot op het einde van het weekend. Toen had ik een zwaar slaaptekort opgebouwd. Ik had heel veel chips en frisdrank gedronken. En het voelde niet meer als vrijheid. Het voelde eerder als buikpijn. Als je snapt wat ik bedoel. Vaak is er iets dat wanneer we in vrijheid beginnen wandelen, we beginnen daarin te stappen, dan maken we soms keuzes waardoor we ineens toch niet meer echt vrij zijn. Hoe komt dat? En wat kunnen we doen om echt in blijvende vrijheid te blijven staan? Daar wil ik het graag met jullie vandaag over hebben. Nu, heel kort misschien nog even herhalen wat we vorige week ook zagen, namelijk dat het eerste luikje, God kennen moet dat zijn, op wat van God vinden, dat willen we bereiken door de zondagsdienst. Dit is waarom we kerk zijn op zondag. We willen dat mensen hier binnen kunnen komen en dat ze meer van God mogen leren kennen. En vrijheid ervaren, waar ik het vandaag aan over heb, vrijheid ervaren, en daar ga ik het straks mee eindigen, dat kunnen we het beste doen in relatie met elkaar. En waar kennen we elkaar het best? Dat is in de connectgroepen. En dan volgende week heeft Miguel het met ons over het verschil maken. Het verschil kunnen maken in de levens van anderen. Daartoe zijn we geroepen als kerk. En dat kunnen we doen in teams. We hebben verschillende teams in de kerk waar je kan gaan inzetten. Drie dingen die we doen als kerk. 3D. Ik wil graag beginnen deze ochtend met een verhaal uit het boek Exodus. Exodus is het tweede boek in de Bijbel. Het gaat over het Joodse volk. En ik ga kort iets over vertellen, namelijk dat het Joodse volk voor meer dan 400 jaar in slavernij heeft gezeten in Egypte.
En er gebeuren van allerlei dingen in het boek Exodus, namelijk God stuurt Mozes en Mozes die leidt het volk weg uit de slavernij. God bevrijdt hen als het ware uit die slavernij, laat 10 verschillende plagen plaatsvinden in Egypte, waardoor ze uiteindelijk worden vrijgezet. De farao zegt van vertrek maar, ze vertrekken. Dan bedenkt die farao zich natuurlijk, hij stuurt zijn leger achter hen aan en dan doet God echt een groot wonder. Hij laat de Rietzee, een zee waar zij aankomen en het leger van de farao komt achter hen aan, die wil hen terug gaan halen. Hij laat die zee opengaan voor het volk gaat daardoor, ze worden opnieuw vrijgemaakt. Het is echt één geweldige Marvel-film, denk ik dan. Het is nog veel straffer als 3D, want het volk is op weg naar het beloofde land. Het beloofde land Kanaan, het land van Abraham, hun voorouders. En ze moeten daardoor door een woestijn. En we gaan zo dadelijk lezen wat er ontstaat in die woestijn. Maar terwijl ze door die woestijn gaat, is God voor iedereen, voor het Joodse volk, wel heel bijzonder te kennen. Helemaal anders zoals wij vandaag God kennen. Er staat namelijk in het boek Exodus dat God voor hen uitging overdag als een wolkenkolom en 's nachts als een vuurkolom. Ze konden als het ware God zien, ze konden God ervaren, ze liepen achter God aan. Maar dan gebeurt het volgende probleem. We lezen samen in Exodus hoofdstuk 17. Er staat daar het volgende. Vanuit de Sinwoestijn gingen de Israëlieten weer verder. Ze reisden van de ene plaats naar de andere. De Heer zei steeds waar ze naartoe moesten gaan. En zo kwamen ze in Rividim. En daar was geen water om te drinken. En toen begonnen de Israëlieten ruzie te maken met Mozes. Geef ons te drinken, zeiden ze. Vooruit, geef ons water. En Mozes zei, waarom maken jullie ruzie met mij? Waarom vertrouwen jullie niet op de Heer? Maar de Israëlieten bleven protesteren, omdat ze heel erg dorst hadden. Ze zeiden tegen Mozes, waarom hebt u ons uit Egypte gehaald? Wilt u ons hier laten sterven? En onze kinderen en ons vee ook? En toen vroeg Mozes hulp aan de Heer. Hij riep, wat moet ik met dit volk doen? Straks zullen ze me doden. De Heer zei tegen Mozes, ga met de Israëlieten naar de berg Horeb. En dan kan het volk drinken. Mozes sloeg op de rots en de leiders van het volk zagen wat er gebeurde. Mozes noemde die plek Massa en Meriba. Daar hadden de Israëlieten ruzie gemaakt met Mozes. Het volk van Israël heeft al heel straffe dingen meegemaakt met God. Maar ze komen in een probleem. Namelijk, er is geen water. Ze komen in een woestijnomgeving. En dat kan ik je verzekeren, daar krijg je wel snel dorst. En er is op een plek waar ze toe komen geen water te vinden. En ja, het begint waarschijnlijk eerst met een beetje vrevel en ambetant zijn, maar al snel wordt er ruzie gemaakt. Het volk keert zich tegen Mozes, keert zich tegen God. En ze zijn eigenlijk boos. En ze hebben zoiets van, waarom heb je ons eigenlijk ooit vrijgemaakt uit onze slavernij? We waren beter in Egypte gebleven, daar hadden we tenminste drinken. En Mozes die weet het eigenlijk niet meer. Ik denk van, ja, wat moet ik nu doen met dit volk? Ze willen u niet meer volgen, ze zijn boos, straks gaan ze misschien mij nog doden, ze lynchen mij zoiets. En God zegt, geen probleem Mozes, ga naar de berg, sla op die rots en er zal water tevoorschijn komen. En zo gebeurt het ook. Het verhaal doet me heel erg denken aan hoe dat wij zijn als mensen, hoe dat wij door het leven gaan. Eén moment zijn we vrij, is er geen wolkje aan de hemel, is alles goed. En het volgende moment in ons leven zitten we in een probleem, zitten we vast en weten we niet hoe we verder kunnen geraken. Is onze vrijheid verdwenen. En soms dan denken we misschien dat in ons verleden vroeger het beter was. Dat het vroeger, dan was ik tenminste vrij. Of zoals de Israëlieten dachten, vroeger hadden we tenminste water. Toen was er geen probleem. Soms willen we zo hard teruggaan naar het verleden, omdat we denken dat we daar echte vrijheid terug gaan vinden. Maar we vergeten eigenlijk dat ook in ons verleden er problemen waren. Dat er ook in ons verleden momenten waren dat we niet vrij waren. Dat er problemen waren, dat er slavernij was, als het ware. Het Joodse volk lijkt volledig te zijn vergeten wie ze waren in het verleden en wat God voor hen had gedaan. Dat God hen had vrijgemaakt. Dat God een nieuwe staat had gegeven. Ze waren geen slaaf meer. Ze waren nu Gods eigen volk. En het probleem van het watertekort leek hen volledig te zijn vergeten wie ze waren en wat God voor hen had gedaan. En ik denk dat dat een belangrijke les is voor ons voor vandaag.
dat we vrijheid niet moeten gaan zoeken naar fases in ons leven waar we misschien geen zorgen hadden, waar er geen problemen waren, maar het gaat om iets anders. En ik geloof dat het dit is. Echte vrijheid is niet afwezigheid van problemen, maar net de aanwezigheid van Jezus in jouw situatie. Echte vrijheid ervaren we niet zozeer doordat er nooit issues zijn, niet zozeer dat er nooit momenten zijn dat het even moeilijk is, dat we worstelen met dingen, dat we vastzitten, dat we even niet weten hoe moet ik nu verder met mijn leven, maar dat we de zekerheid hebben, ik ben niet alleen. Er is iemand die met mij meegaat en dat is Jezus. Er is een uitspraak van Martin Luther, de bekende Duitse theoloog uit de 16e eeuw, en die zei het volgende hierover. Die zei, ofwel is zonde aanwezig in je leven, drukkend op jouw schouders, ofwel rust de last op Christus, op Jezus, het Lam van God. Indien het rust op jouw schouders, dan ben je verloren. Maar indien het rust op Christus, ben je vrij en zal je gered worden. De keuze is aan jou. Ik moet denken aan het beeld van als je zo gaat stappen met een zware rugzak op een trektocht. En de eerste paar uur is dat geen probleem. Maar na een tijd begint die rugzak te duwen en je voelt dat die last ambetant wordt. En het moment dat je die rugzak kan uitdoen, is zo'n bevrijding. Is zo'n fijn gevoel. Het wil niet zeggen dat het probleem volledig weg is. Je voelt nog dat er een pijn zit. Je voelt dat er misschien nog iets is dat herstel moet vinden. Maar het feit dat je die rugzak kan uitdoen en aan iemand anders kan geven. Dat je kan zeggen tegen Jezus, Jezus, ik heb zoveel last. Er is zoveel in mijn leven dat niet goed gaat, dat op mij weegt. Ik heb verkeerde keuzes gemaakt. Maar er zijn misschien ook dingen op mijn pad gekomen waar ik niet voor gekozen heb. En het weegt en mijn rugzak zit zo vol. En dat je dan de keuze neemt om te zeggen, ik wil het afgeven aan u. Ik wil dat u mijn last draagt. Dat is wat Jezus voor ons, voor jou en mij wil doen. Hij wil jouw rugzak overnemen. Ik wil niet zeggen dat al onze problemen per se weg zijn, maar je bent niet meer alleen. Je wordt vrijgemaakt doordat je last wordt doorgegeven aan Jezus. En Jezus sprak er ook over. In het Nieuwe Testament zegt hij het volgende daarover. Hij zegt, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Zo prachtige woorden. U zult de waarheid kennen, de waarheid zal u bevrijden. Janneke had vorige week over God kennen. En Jezus heeft het eigenlijk hier over zichzelf. Als je mij kent, dan zal je worden vrijgemaakt. Als je relatie met mij leeft, als je die rugzak afgeeft aan mij, dan maak ik jou echt vrij. Dan geef ik jou een nieuw leven. Nu, de Joden tegen wie hij aan het praten was, zij snapten het niet. Daar staat het ook. Ze zeiden, wij zijn nakomeling van Abraham, we zijn nooit iemand slaaf geweest. Zij hadden nooit eigenlijk slavernij gekend. Hun voorouders in Egypte wel, maar zij zelf hadden het nooit gekend. Dus ze snappen het niet zo goed. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? Jezus antwoordde, werkelijk, ik verzeker u. Iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde. Elke mens die ooit in zijn leven tegen God in is gegaan, misschien zich weg heeft gedraaid van God, verkeerde keuzes gemaakt, ieder van ons heeft het ooit wel gedaan. Dus we zijn eigenlijk allemaal, zoals Jezus zegt, een slaaf van de zonde. Een slaaf blijft niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft voor eeuwig. Wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Ik vind het ongelooflijk wat Jezus hier zegt. Wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. We zijn vrijgemaakt door Jezus. Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons, voor jou en voor mij aan het kruis. Opdat we vrij zouden kunnen zijn. Dat we een echte vrijheid zouden kunnen leven vandaag. En Paulus spreekt er ook over in de Galatenbrief. Hij zegt in Galaten 5, vers 1. Christus heeft ons bevrijd, opdat we in vrijheid zouden leven. Hou dus stand en laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Laat je niet opnieuw een soort van nieuwe rugzak met veel gewicht opleggen. Maar ik denk dat dat voor ons een grote uitdaging is. Misschien ken je Jezus persoonlijk, misschien heb je een relatie met God, maar heb je het gevoel alsof dat je toch nog altijd een rugzak meedraagt. Alsof er toch nog altijd een last is op jouw schouders die niet is weggegaan. Het is zo moeilijk om in vrijheid te wandelen. Het ene moment heb je het volgende moment ben je het misschien weer
kwijt? Maar hoe slagen we erin om in echte vrijheid te blijven? Een tweede belangrijk punt naast het feit wat ik daar straks zei over vrijheid, dat het niet zozeer gaat over geen problemen hebben, maar het Jezus kennen, is het volgende, dat echte vrijheid niet draait om te kunnen doen wat je wilt. Mijn idee over mijn weekend, toen ik alleen was als tiener thuis, ik kan doen wat ik wil, dat gaat me echte vrijheid geven. Dat is niet wat het is. Het draait om dit. Het is niet kunnen doen wat je wilt, maar verlangen naar wat juist is. Echte vrijheid is niet zozeer, ik wil alle opties open hebben, ik wil kunnen mijn eigen leven, mijn eigen richting uitgaan. Dat is niet wat echte vrijheid echt om draait. Echte vrijheid drangt om te gaan wandelen in datgene wat God voor jou en mij heeft bedoeld. Hoe dat God het leven voor jou en mij heeft afgestemd. En als we hiermee aan de slag gaan gaan, dan gaan we ontdekken wat vrijheid echt is. En het is niet iets dat je vandaag op morgen even regelt. Het is een proces. We zijn allemaal onderweg. We zijn allemaal op zoek, hoe kan ik meer vrijheid gaan ervaren? Hoe kan ik niet opnieuw een slaaf worden van spullen en slaaf worden van misschien wat andere mensen denken of zeggen, maar hoe kan ik vrij blijven, hoe kan ik vrij door het leven gaan? En ik wil afronden met 5 praktische dingen. 5 dingen die je mee naar huis kan nemen, waar je mee aan de slag kan gaan, waar je over kan nadenken, maar die je ook in de praktijk kan brengen, zodat je ook in jouw leven meer vrijheid mag gaan ervaren. Het eerste punt is dit. Offer je leven aan God. Offer je leven aan God. Dat klinkt nogal zwaar. Wij offeren vandaag helemaal niet meer. Maar de betekenis ervan is wel nuttig en is iets wat we wel nodig hebben in ons leven. Romeinen 12 zegt, ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Te meer omdat hij al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. We moeten een keuze maken, als het ware. Als ik geloof dat Jezus voor mij gestorven is, als ik geloof dat Jezus mij heeft vrijgemaakt, dan heeft dat een effect op de keuzes die ik maak in de grote dingen, maar ook een effect in de keuzes die ik maak in de kleine dingen. En het is dan het verlangen om elke dag naar God te gaan en te zeggen, God, deze dag wil ik in functie van U leven. Gebruik mij maar op de manier dat U het wilt. Niet mijn wil, Heer, maar uw wil. En op die manier offeren we ons eigenlijk op. We staan in functie van God. We wijden ons toe aan God. We stappen eigenlijk uit in afhankelijkheid van God. En dat is wat God het liefste heeft. Dat is waar God zijn vreugde in vindt. Als wanneer iemand zegt van, hey God, ik ben hier. Gebruik mij. Ik kies vandaag voor u. Dat is het beste wat we kunnen doen. Elke dag opnieuw. Dat is het beste om aan onze dag te beginnen. Kiezen voor God. Offer je leven op aan God. Elke dag opnieuw. En staat het ook, het is de beste manier waarop je God kunt dienen. De tweede praktische tip. Vernieuw je denken. Het Joodse volk, die waren wel bevrijd uit slavernij. Ze waren wel weggebracht uit Egypte. Ze waren onderweg naar het nieuwe land. Maar daarmee was wat er gebeurd was in hun verleden niet per se weggehaald. Er zat nog altijd een beetje slaaf in hun denken. Ze redeneerden nog altijd als slaven. We lazen het daar straks, het verhaal. Wanneer zij in de situatie komen dat er geen water is, is een eerste reflex, we hadden beter terug naar Egypte gegaan. Ze blijven redeneren als slaven. Dat is iets wat wij ook moeten leren. We moeten niet meer denken zoals vroeger. We moeten een nieuw soort denken ontwikkelen. En we lezen het in vers 2. U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. Er is iets wanneer we in relatie gaan staan met God. Als we God beter leren kennen, dan begint er iets nieuws in ons leven. Een nieuw soort leven. En in dat nieuw soort leven moeten we ook de manier waarop we naar de wereld kijken aanpassen. We willen eigenlijk dat God zijn gedachten onze gedachten worden. Dat God zijn principes in ons hoofd worden geplant. En dat we vanuit Gods perspectief naar de mensen rondom ons gaan beginnen kijken. En dan heb je een heel nieuw soort denken nodig. En dat nieuwe denken gaat heel anders gaan reageren wanneer je in moeilijke situaties terechtkomt. We kunnen inderdaad in het probleem komen dat we zeggen, er is geen water. Dat kan toch niet? We zitten hier in deze plek, God heeft ons hier gebracht en nu is er geen water. Hoe kan dit nu? Maar wanneer je je denken gaat vernieuwen, ga je denken, oké, er is een probleem, er is een nood. Maar ik weet dat ik niet alleen ben. Ik weet dat God bij mij is en God is een God die grote dingen doet. Wanneer we een nieuw soort denken hebben,
dan trappen we niet opnieuw in het oude denken waarbij we terug makkelijk onze vrijheid verliezen. En wat hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. De derde tip. Blijf bescheiden. Blijf bescheiden. Ik had mij zo'n beetje een mental picture ingebeeld deze week over het Joodse volk. Ik stelde me zo'n beetje voor dat ze allemaal moderne decathlon-outfits aan hadden, zo trekgerief met rugzakken. En dat ze zo aan het wandelen waren door de woestijn. En dan komen ze daar zo een ander volk tegen in de woestijn en zeggen van hey, wij zijn de Joden. Wij zijn diegenen die bevrijd zijn door God uit slavernij. God heeft 10 plagen gedaan, dan zijn wij vrijgemaakt. En hij heeft de 7 voor ons aan de kant laten gaan. Wij zijn nogal straffe mensen, hè? Allemaal voor ons. Hè? Wauw. En zo wandelen ze zo weg. Nu, ik denk als je die mensen zou tegenkomen in de woestijn, dan zou je niet echt denken van, zijn jullie Gods volk? Zijn jullie diegenen die zijn vrijgemaakt door God? Ik denk dat dit is in ons, van wanneer wij in vrijheid komen te staan soms, dan kunnen we soms misschien een beetje arrogant worden. Alsof dat er geen limieten meer zijn, dat alles mogelijk is, dat alles kan. En dat is misschien ook goed dat je dat denkt, maar we moeten oppassen dat we niet andere mensen kwetsen of andere mensen daardoor wegduwen. En Paulus zegt het ook in vers 3. Met een beroep op het voorrecht dat God me gegeven heeft, zeg ik tegen ieder van u, overschat uzelf niet, maar laat in uw denken u leiden door uw bescheidenheid. Het is niet omdat ik denk van, jippie, ik ben een weekend alleen, nu mag ik alles doen wat ik wil, dat ook ervoor zorgt dat ik vrij blijf. Integendeel, dat is net het gevaar. Wanneer we vrij worden gemaakt van een probleem, denken we, ja, nu kan ik doen wat ik wil. Terwijl dat net hetgeen is wat ons terug in de problemen brengt. Blijf bescheiden. Vergeet niet waarvan je vandaan komt. Vergeet niet wat God in jouw leven heeft gedaan. Blijf humble, zeggen ze in het Engels. Blijf bescheiden. Het vierde puntje. Moedig elkaar aan. Het vierde punt. Let er dus op, broeders en zusters, dat niemand van u door een slechte gezindheid ontrouw wordt aan de levende God en hem de rug toekeert. Nee, moedig elkaar elke dag aan. Zolang dat vandaag nog klinkt. Niemand van u mag zich door de zonde laten verblinden en koppig worden. Ik geloof dat de kerk de plaats moet zijn in de wereld waar bemoediging de norm is. Waar het meest normale ding in de wereld is om elkaar te gaan bemoedigen. Om tegen elkaar te zeggen van, hey, kom aan. Ik geloof in jou. Ga ervoor. Geef niet op. Of te zien aan iemand van, oei, het gaat niet goed. Die persoon gaat door een moeilijke periode. En gaan zeggen van, hey, ik zie dat het moeilijk is. Maar weet, we zijn er voor jou. De kerk zou de plek moeten zijn in de wereld waar positiviteit heerst. Helaas is dat niet altijd het geval. Ook in de kerk is er negativiteit soms. Zijn er problemen. Maar we zouden allemaal moeten uitblinken in bemoediging. We zouden allemaal supergoed daarin moeten worden. Omdat dat net hetgene is wat ons helpt om elkaar te steunen wanneer je door een moeilijke periode gaat. Wanneer je vastzit. En dat kan op allerlei manieren zijn. Dat kan misschien door een bijbeltekst zijn die je deelt. Dat kan misschien zijn door een gebed dat je met iemand bidt. Maar gewoon een positieve bemoediging. Zeggen van, hey, ik heb jou gezien. Je bent belangrijk. Hey, ik leef met jou mee. Dat kan een enorme wereld van verschil maken. En ik geloof dat wanneer we bemoedigen, dat onze woorden de kracht ook hebben om mensen te helpen, om een keuze te maken, om uit hun onvrije situatie te gaan stappen. Om naar Jezus te gaan en te zeggen, Jezus, ik heb u nodig. En om dan in die vrijheid te kunnen komen. Laat ons dat niet vergeten om elkaar te gaan bemoedigen. Laatste tip. Deel het leven met elkaar. Deel het leven met elkaar. Ik zei daar straks al, zondag is de beste dag van de week. Maar er zijn nog zoveel andere dagen die belangrijk zijn in de week. Wij komen donderdag om de 2 weken samen met onze connectgroep. En ook dat is een superbelangrijke dag. Want dat is de dag dat ik met een paar mensen het leven ga delen. Dat ik met een paar mensen samen op pad ga. Even kijken van, hey, hoe gaat het met jou? Waar sta je? Wat zijn de moeilijkheden? Wat zijn ook de leuke dingen natuurlijk? Het moet niet altijd zwaar zijn. Het kan ook leuk zijn, samen optrekken. En dat zijn onze connectgroepen in deze kerk. Het is de plek waar jij thuis komt. Waar jij zegt, hier heb ik mijn vrienden, hier heb ik mijn familie, als het ware een beetje. Weet je, zondag is ook een beetje thuiskomen. Is ook een deel van een grote familie. Maar misschien ken je dat wel van die heel grote familiefeesten.
Er is veel te veel volk. Niemand gaat echt beginnen praten over wat er echt is aan de hand. En wij Vlamingen zijn er een beetje koning in. Hoe is het? Ça va. Maar het is niet ça va. We hebben allemaal problemen. We hebben allemaal een rugzak. We zijn allemaal onderweg. En dat is oké. Maar we hebben ergens wel een plek nodig waar we thuis kunnen komen. Waar we deel van kunnen zijn. Waar er vertrouwen is. Waar we naar elkaar kunnen kijken en weten van, hey, we zijn er voor elkaar. Je bent hier niet alleen. En dit is wat kerk zijn meer maakt dan alleen op zondag in een kerk zitten en luisteren. Kerk zijn is verbonden zijn, is relatie hebben. Want ik geloof dat je pas begint te veranderen wanneer je in relatie staat met anderen. En Jacobus, en dat is de laatste tekst waar ik mee wil eindigen, die heeft er ook iets over. En ik vind het een enorm krachtige tekst, Jacobus 5. Daarom, beken elkaar je zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Wat hier staat, is misschien iets wat niet direct aantrekkelijk is. Naar iemand anders stappen en gaan toegeven van, hey, ik heb het moeilijk. Of, hey, ik heb verkeerde keuzes gemaakt. Dat is niet echt hip. Dat is niet echt leuk. Dat is best beangstigend om die stap te zetten. Maar het is oh zo nodig. Het is oh zo belangrijk om te doen. Want wanneer we dingen delen met elkaar in vertrouwen, dan kan het ons ook vrijmaken. Dan kan het ons vrijzetten van datgene wat ons al die tijd al neerdrukt. Wat ons al die tijd al weegt op ons. En dat kan je niet zomaar overal. Dat kan je niet zomaar overal even doen. Je hebt mensen nodig bij wie je dicht staat, bij wie je een dichte relatie hebt. En dat kan in de connectgroepen. En het staat hier het woordje, dan zult u genezen. En als we denken aan genezen, dan denken we in de eerste plaats misschien aan fysisch genezen, van een ziekte, van een kwetsure of zo. Maar in deze context staat er eigenlijk herstel vinden. Herstel vinden ook van geestelijke problemen, van geestelijke kwetsels, van geestelijke dingen die woeden aan onze binnenkant. En wanneer we in relatie staan met andere gelovigen en we delen het leven, we bemoedigen elkaar, dan zie ik verandering. Dan zie ik mensen die opstaan in vrijheid. Die anders door het leven gaan, die vrij zijn gemaakt van de bagage die ze meedragen al misschien jaren aan een stuk. Ieder van ons heeft zo'n nood aan herstel. En dat is oké. Het is oké om niet oké te zijn, voor de duidelijkheid. We zijn allemaal onderweg. Maar de vraag is, waar vind jij herstel? Waar vind jij echte vrijheid? Waar kan jij terecht om jouw rugzak af te leggen? Indien je nog niet in een connectgroep zou zitten, dan nodig ik jou echt uit deze ochtend. Om in relatie te gaan staan in dit nieuwe jaar met andere gelovigen. Om op zoek te gaan naar mensen, jou te laten omringen door mensen die jou bemoedigen, die leven spreken tegen jou en die met jou misschien gaan bidden of die met jou optrekken. Het kan zo jouw leven gaan veranderen. Het kan zo jouw leven gaan veranderen. Echte vrijheid ervaar ik in mijn connectgroep. En ik ben best trots op mijn connectgroep. Als ik denk aan iedereen die daarin zit, die daar deel van is, dan ben ik echt trots. Omdat ik zie dat er mensen in beweging komen. Ik zie dat mensen onderweg zijn. Niet alleen. Ieder met zijn problemen misschien, maar niet alleen. We zijn samen onderweg. En we gaan samen het avontuur aan, als het ware. Vrijheid ervaren is zeer complex. Maar het is niet onmogelijk. Jezus is voor ons gestorven aan het kruis. Hij heeft de prijs betaald, zodat wij vandaag niet meer als slaaf door het leven moeten gaan. Niet meer moeten gevangen zitten in ons denken. Niet meer moeten gevangen zitten in de slechte keuzes die we misschien gemaakt hebben in het verleden en die ons achtervolgen. Niet meer gevangen zitten in de angsten die je misschien meedraagt. In misschien een negatief zelfbeeld dat je meedraagt. Jezus is gestorven voor al die dingen aan het kruis. En hij zegt, je bent vrijgezet. Er zijn drie dingen die we doen, maar het heeft ook veel te maken met hoe we kijken naar de mensen rondom ons, hoe we kijken naar deze kerk. Het is een 3D-brilletje, als het ware. En als ik naar deze kerk zie, dan zie ik mensen die onderweg zijn, die Jezus kennen als een redder, die Jezus omarmen, die tegen Jezus zeggen, Jezus, ik geef mijn rugzak af. En die beginnen aan een traject helemaal vrij.
ik word er een beetje emotioneel van, maar ik denk, we hebben het allemaal zo nodig om uit te stappen in vrijheid. Ieder van ons. Ik ook. Ieder van ons is onderweg, maar er is een plek, er is een bestemming waar we vrijheid kunnen ervaren als Jezus. En dat is ook bij elkaar. En waar je ook staat momenteel, wat jouw situatie ook is, weet dat je niet alleen bent. En ik wil jou uitdagen op dit moment om na te denken. Kan ik een keuze maken? Kan ik een verschil gaan maken op dit moment? Want ik zit misschien vast en ik heb nood aan vrijheid. En ik weet niet misschien hoe en ik weet misschien wat, maar ik weet wel dat ik het nodig heb. Dan kan je met me meebidden op dit moment. En ik wil bidden met jou misschien voor het eerst dat je Jezus mag leren kennen. Als dat jij bent, die voor de eerste keer misschien ja zegt. Ja, ik heb jou nodig, Jezus. Ja, ik wil graag mijn rugzak afgeven. Maar ik wil ook bidden voor de mensen die die keuze al hebben genomen in het verleden, maar misschien vandaag niet voelen dat ze vrij zijn. Dat ze niet het gevoel hebben, ik ben vrij. Ik ben eigenlijk nog een beetje onvrij. Ik zit nog vast met zaken uit mijn verleden. Ik heb herstel nodig. Dan kan je ook met mij meebidden. Heer God, dank u wel dat u gekomen bent om ons vrij te maken. Dat u de weg bent gegaan van het kruis. U bent gestorven voor ieder van ons. En Heer, ik heb het zo nodig. Ik heb het zo nodig om te worden vrijgemaakt. Te worden vrijgemaakt uit mijn problemen. Te worden vrijgemaakt uit de verkeerde keuzes die ik heb gemaakt. Te worden vrijgemaakt uit de belast die ik al die tijd meedraag. Dank u dat u bereid bent om mijn last te dragen in mijn plaats. Heer, ik wil mijn leven geven. Ik wil tot u komen. Wilt u mij leren om te leven in echte vrijheid? Om elke dag opnieuw uit te stappen en die vrijheid te mogen ervaren. Dat ik meer en meer op u mag gaan lijken. Dat ik meer en meer mag gaan kijken zoals u kijkt. Dat ik meer en meer mag gaan denken zoals u denkt. Want, Heer, u hebt het allemaal waargemaakt. U hebt het volledig gedaan. U hebt ons de vrijheid gegeven. Dank u wel, Jezus. Dank u wel voor wie u bent en voor wat u deed in mijn leven. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.